Hockeyclub Klein Zwitserland wil de eerste klimaatneutrale hockeyvereniging worden van Den Haag. De club heeft daarom 50 zonnepanelen op het dak van het clubhuis laten leggen en gaat nog meer duurzame maatregelen nemen. Ingrid Vogels van Green to Live helpt hen daarbij. Voor zeg maar bedrijven en voor sportverenigingen, voor scholen is het altijd belangrijk om een weloverwogen keuze te maken. Ik maak een haalbaarheidsonderzoekje. Wat kan je doen? Wat zijn de investeringen? Maar ook welke regelingen zijn er van toepassing? Het hele plan, het 3-jarenplan, heb ik aangeboden aan het Klimaatfonds. En we krijgen voor alle CO2 die we reduceren een CO2-reductievergoeding. Verder vragen we de rijkssubsidie en gemeentesubsidie aan, waardoor je een gedeelte van de investering terugkrijgt. De 50 zonnepanelen leveren zo'n 13.000 kilowattuur per jaar op. Je levert zeg maar de energie aan het net. En wat wij 's avonds gebruiken, omdat we bijvoorbeeld LED-verlichting aandoen, of omdat de barbecue aangaat, 's avonds en het is donker, dat wordt zeg maar met elkaar verrekend. Klein Zwitserland is goed op weg om die duurzame sportclub te worden die ze graag willen zijn. En het is ook goed voor de portemonnee.